Willy Selten gaat definitief in hoger beroep tegen het vonnis dat de rechtbank in Den Bosch hem heeft opgelegd. Zijn advocaat Frank Koningsveld heeft dit vrijdag bekendgemaakt. Selten werd begin april veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf wegens fraude met paardenvlees. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar geëist. De rechtbank achtte valsheid in geschriften bewezen. Onder meer pakbonnen en facturen werden vervalst. Het werd de Osse vleeshandelaar zwaar aangerekend dat hij paardenvlees als rundvlees verkocht. Daarmee heeft hij volgens de rechter grote schade toegebracht aan het consumentenvertrouwen en de internationale vleeshandel. De advocaat van Willy Selten gaat voor vrijspraak.